Het Oosterhoutse College van BMW presenteert binnen 6 maanden alternatieven voor het plan voor de herontwikkeling van het Santreingebied. Een huis voor cultuur maakt niet langer onderdeel uit van deze alternatieven. Burgemeester en wethouders hebben hiertoe besloten omdat ze vinden dat het huidige plan te grote financiële risico's met zich meebrengt. In het Huis voor Cultuur zouden Theater de Bussel, Take 5, H19 en het Filmtheater komen.